We hebben een groeiende groep mensen met leefstijlgerelateerde ziekten, chronische aandoeningen. Daar wil je iets aan doen. En je wil vooral de kwaliteit van leven van die mensen verbeteren. En een van de dingen hoe je dat kan doen is om ze helpen hun leefstijl gezonder te maken. Ja, het gaat over lifestyle interventie. En dat is een heel mooi woord voor het feit dat we heel veel mensen tegenkomen die eigenlijk zelf geen regie meer over hun eigen leven hebben en daardoor met hun gezondheid in de problemen komen. En die lifestyle interventie is er heel erg op gericht om mensen juist weer de andere kant op te krijgen. En dan met name heel erg coaching te zijn naar mensen toe. Dit project ging over of het helpt dat je ze een beloning geeft. Een beperkte beloning als een soort steuntje in de rug of als een schouderklopje kun je zeggen van je doet het goed. Om het helpt om hun te motiveren om een programma, als een leefstijlprogramma, tegenwoordig noemen we dat ook wel een gecombineerde leefstijlinterventie, om dat af te maken. We zijn hier gestart in een samenwerking met de praktijk, de zorggroep Sint-Tijn, die weer samenwerkte met dit centrum hier. Zij hadden al een leefstijlinterventie lopen voor mensen met chronische aandoeningen en overgewicht. Dus dat was indertijd een goed uitgangspunt om met hun samen te kijken van kunnen we mensen in zo'n groep verdelen eigenlijk in twee groepen. De ene groep geven we een beloning. Bijvoorbeeld aan het halverwege en aan het eind van de interventie. De andere groep doen we dat niet. En dan gaan we kijken wat de verschillen zijn. Lukt het voor die ene groep beter om hun programma om het af te maken en om het vol te houden? Raken ze ook meer intrinsiek gemotiveerd vergeleken met de andere groep? Voor ons is het nu niet gelukt om dat te laten zien, maar we hebben wel laten zien dat er inderdaad allerlei barrières zijn om zoiets van de grond te krijgen, zo'n leefstijlprogramma. Dat leefstijlprogramma kan mensen helpen uiteindelijk om van de medicatie af te komen of om niet zieker te worden. Dus dat denk ik is heel belangrijk. Maar we moeten nog wel wat stappen zetten voordat we zover zijn. En een van die stappen is nu dat het wel dus op de agenda staat en dat het in het verzekerde pakket komt. Maar je moet nog wat meer stappen zetten om bijvoorbeeld te laten zien, nou, hoe kun je mensen die van zichzelf een drempel ervaren om die gezondere leefstijl aan te nemen, hoe kun je ze coachen en motiveren en kan een beloning daarin helpen? Ik ben ervan overtuigd dat de gezondheidszorg in Nederland hier naartoe gaat. Mensen moeten zelf de regie over hun eigen leven blijven leiden. En de gezondheidszorg heeft daarin een begeleidende rol. Tot het echt niet meer kan. Maar we zien in de gemeente Gennep zien we enorme groepen van 80, 90-jarige mensen die nog zelfstandig thuis wonen. Ik denk, als je dat niet begeleidt preventief, dan hebben we hier over een aantal jaar een gigantisch probleem. En een niet betaalbaar probleem. En dit project zorgt ervoor dat mensen veel langer in hun eigen omgeving kunnen blijven en de regie over hun eigen leven blijven houden. Ja, daar gaat gezondheidszorg over. Voor de toekomst zou ik heel graag even het bruggetje willen maken naar de gezonde leefomgeving. Omdat het heel erg belangrijk is dat je niet alleen mensen in deze doelgroep met een chronische aandoening en overgewicht helpt naar een gezondere leefstijl, maar dat je ook probeert te voorkomen dat mensen in die situatie terechtkomen. Als je ervoor zorgt dat heel die omgeving uitnodigt tot gezonder gedrag, dan kun je daarmee ook dit soort zaken voorkomen. En dan is iedereen natuurlijk bij gebaat.